Suriname kan binnenkort van start gaan met het vaccineren tegen COVID-19. De WHO heeft vandaag twee versies van het AstraZeneca-vaccin goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen. Hiermee is groen licht gegeven voor de wereldwijde introductie van deze vaccins. De vaccins worden geproduceerd door de Republiek Korea en India. Landen die nog geen toegang hadden tot vaccins, zullen nu kunnen beginnen met het vaccineren van hun gezondheidswerkers en risicopopulaties. Ook Suriname kan beginnen met vaccineren.